Maar is het niet een grondrecht dat mensen gewoon... Nee, dat is een opdracht afgegeven dat op dit moment iedereen die zeg maar geen geldige reden heeft zeg maar, om hier te zijn. Wacht dus een demonstratie. Ja, dat is was goed gekeurd. Ja, dat is oh, ik heb een bericht hier. Want het schijnt dat de burgemeester van Apeldoorn... Deze? Deze aan het demonstreren mag. Ja. Oh, die heeft hij al wel gekregen. Die wil gaan demonstreren. Nee, 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 dat zeg ik niet. Maar die hebben we wel gekregen. Wij volgen het nieuws wel. Doorgaan. Rijdt er mensen door, hè? Ja. Maak het dan nog wel door. Ja, snap het wel. Ja, klopt. Je staat dus dan hier bij een ondernemer, waarvoor je onder andere de strijd geeft, hè, dat ze opengaan. Omdat er gewoon onvoldoende bewijsvoering is wetenschappelijk. En diezelfde ondernemers, die laat hij eigenlijk in de kou staan. Dus ik denk, ja, iedereen krijgt gewoon wat hij verdient. En mensen die zich zo tegen andere mensen keren, die krijgen uiteindelijk wat ze verdienen. Helaas, maar dat is nou eenmaal zo. Om de volksgezondheid. Esse mundo vale a pena tentar, nem que seja segundo. Vamos plantar paz e muito amor, como se fosse uma flor. Não me julgues pela minha cor, julga pelo meu valor. Valor. Met de handhaving en de gemeente. Dus ja, daar wil ik ze voor bedanken. Ja, het is ook straks een keer afgelopen. Dus ja, ik ga naar huis. De politie en de gemeente vragen de mensen ook erbij op te letten. Dat de anderhalve meter gewoon de maatregelen, dat ze erop letten. Als je gewoon een beetje en netjes aan afstanden houdt, dan mag je ook gewoon blijven. Want demonstreren, zo zegt de gemeente erbij, is gewoon een goed recht. Maar ook nu, maar ja, in deze tijden is het wel zo
geven en nemen. En dat er nou echt gevraagd wordt goed op te letten, dat er ruimtes gegeven worden. En ja, ik hoop dat iedereen voor vandaag, zeker in deze tijden, ook om met de boodschap en de statement die we al gemaakt hebben vandaag, terwijl Amsterdam wordt leeggeveegd, hier een statement te maken, dat we het weer omdraaien en verder gaan in de toekomst met vreedzaam demonstreren, met meer mensen, met meer mensen, geen zocht aan mensen om dan nu langzaam naar huis te gaan. Het mocht dus gewoon wel. De burgemeester hier heeft gewoon het grondrecht erkend dat iedereen mag demonstreren. Niet te vergeten, dus deze mensen waren allemaal super lief. Ook de politieagent heeft een heel leuk gesprek met me gehad. Ze zegt het komt goed. En ze vinden het ook allemaal een rare situatie. Maar zolang we zo passen, heel positief en liefdevol ons punt maken, wordt er ook op een gegeven moment naar ons geluisterd. Dus het is goed voor de mensen die er waren. Fijn dat het ook kon in Apeldoorn en dat het zo af is gelopen. Er is nu wel gezocht of we nu langzaam weg willen gaan. Het is ook bijna 4 uur en dat was ook gewoon de afspraak. Dus ik denk als iedereen zich weer netjes aan de afspraak houdt, dan kan het ook gewoon. En wil ik ook Apeldoorn bedanken en ook de politie bedanken, de autoriteiten die zich gewoon opgedragen naar ons. Dank u wel. Tot 4 uur blijven. Volgens mij gaat iedereen zo gewoon netjes naar huis. Ik zie ook al. Ook s'nachts. Dat er gewoon ook van ons uit zorg is over de toenemende dictatuur. Papa niet, hè? Kom in, papa doet niet luisteren. Kom maar, gaan we daarheen. Zorg ervan, papa. Het schrik zich dood. Waarom ben ik er al niet?